Ja, hier voor me zie je altijd de tribune met de mensen die foto's ingeleverd hebben om straks te gaan laten zien. Dat gaan we ook doen hoor, over in het programma verderop. Alleen het gek is dat wij eigenlijk, een beetje in verband met dit, ook heel snel bij jullie privéfoto's kunnen komen. Dat weten jullie toch wel, hè? Sommigen van jullie zitten op Facebook. Dus we zijn heel brutaal eens even op jullie namen gekomen, eens even kijken wat voor foto's we vonden. Gewoon te vinden. Bijvoorbeeld deze foto. Is Joris hier? Daar zit Joris. Joris, nou, dit kunnen wij gewoon zien. Nog eens een foto. Bianca? Oh, hoor ik hier. Wat ben jij? Nou, Bianca, je hebt geen lippenstip op vandaag, zie ik. Maar, nee. Schrik je ervan als je het ziet? Ja, zo groot wel. Want zo groot wel. Maar verder vind je het niet erg. Zo. Nog eentje. Frederik Portijnje. Ja. Frederik, ja. Vakantiefotootje, denk ik, of zo? Ja. Leuk? Ja, heel leuk. Ja? Wij dachten nog van, god, moeten we nou het kind eraf halen? Want die kunnen we niet vragen. Nee, hou hem er maar op, want zo vind ik het mooist. Jij vindt hem zo het mooiste, hou hem er maar op. Oké, is goed. Nog één foto? Ja. Anton Prins, is die er? Anton, wat ben je in godsnaam aan het doen, man? Nee. Maar Anton, als ik tegen jou, want jij zit iets verder, pak even de microfoon. Als jij dit nu ziet, dit is nu in heel Nederland te zien, ja. Op de televisie, live. Vind je het fijn of niet? Het maakt me niet zoveel uit. Ik heb hem op Facebook gezet, dus ik weet dat mensen het kunnen zien. Dus je weet van tevoren dat jouw foto's die je op Facebook zet, dat die door iedereen gezien kunnen worden. Ja, dat vind je zo voor. Niet erg. Ja, ja. En die dame die naast je zit, die is er niet. Dat is mijn vrouw, die zit daar. Die zit daar, ja. Die wil niet in beeld. Nee. Oh, heel goed. Grappig. Nou ja, goed. Dit was even een opzetje om bij onze foto-onderzoeker Martijn Kleppen uit te komen. Martijn, die heeft even zijn werk gemaakt om te kijken hoe privacy en onze privéfoto's zich tot elkaar verhouden, toch? Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad. En de reden dat we daar deze week over hebben is dat de correspondent, de website van Rob Wijnberg, die heeft een paar weken geleden in Nederland wel een interessante actie gedaan. Ja. En dat heeft de afgelopen weken de internationale media gehaald. Het was zelfs op CNN. En dat was wel echt interessant, want wat hebben zij nou precies gedaan? Wat zij gedaan hebben, zij zijn gaan zoeken op internet, eigenlijk wat wij ook gedaan hebben. Naar te kijken naar foto's van onder andere kinderen die mensen op Flickr hebben gezet. Dat is een andere social media website. En die hebben ze het afgehaald en die hebben ze op mokken geplaatst. Ja. En die verkopen ze. En zonder dat die mensen en die kinderen dat weten? Zonder dat die mensen dat weten, nee. En het idee daarvan is niet om geld te verdienen. Integendeel, ze wilden eigenlijk juist laten zien van, weet je, wees ervan bewust wat er kan gebeuren met de foto's die je plaatst uit je privéomgeving, die je plaatst online. Oh, dus we hebben een paar mensen hier, de mok hebben we ook al gemaakt. Ja, van, ja, die krijgen jullie. Van het zwembadje staat erop, hoor. Ja, precies. En nog een paar andere zelfs. Klinkt heel lekker, denk ik, hoor. Maar dat, weet je, en dit is echt bedoeld om mensen bewuster van te maken, maar dat het ook wel misgaat. Er zijn eigenlijk best wel wat voorbeelden van. Bijvoorbeeld deze foto. Dat is een foto van een Amerikaanse familie. Ik weet niet of we die op het scherm te zien kunnen krijgen, maar ik heb hem hier wel. Ja. Dat is een foto van die familie waarbij die vrouw vond dat een hele mooie foto en die heeft ze op haar eigen website geplaatst. Maar wat er vervolgens gebeurde, is dat die foto in één keer gebruikt werd in een advertentie. Een vriend van hun was op vakantie in Tsjechië. Ja. En die zag in één keer die foto op een billboard voor een of ander bedrijf. Dat is natuurlijk niet echt fijn. En dat is wat er wel gewoon kan. Nou, dat is natuurlijk nog redelijk onschuldig. Je kunt voor slechtere dingen gebruikt worden. Ja, precies, dat kan zeker. En wat vooral ook is, weet je, nu, wij weten niet wie deze mensen zijn. Maar wat er eigenlijk aan zit te komen is beeldherkenning. En beeldherkenning is een techniek waarbij de computer kan zeggen wat er op een foto staat. Ja. En daar doe ik wat onderzoek naar. En dat is eigenlijk wel echt wel interessant. En dat kennen we nog niet zo goed. Hoewel dat eigenlijk in ons dagelijks leven al best wel vaak voorkomt. Ja. Want als je bijvoorbeeld een keertje je wachtwoord bent vergeten van Facebook, dan krijg je vaak zo'n schermpje. Oh ja, daar ben ik nooit blij mee. Nee, vind ik waardeloos. Maar wat Facebook sinds kort doet, is dit. En dat is eigenlijk wel best wel interessant. Dan zegt hij van, hey Martijn, het kan wel leuk zijn dat jij Martijn bent. Maar zeg eerst maar even wie deze mensen op die foto's zijn. Want die zijn gelinkt aan jou? Ja, die... dat zouden dan vrienden van mij zijn. Ja. Dan zeg ik, nou, links, dat is Jan. En vervolgens weet Facebook van andere mensen, oh, dat is inderdaad Jan. Nou, Martijn, dan mag jij erin. Maar wat feitelijk gebeurt, je bent hier de software van beeldherkenning aan het trainen. Want die software die moet een aantal keer weten van, oké, dat is Jan op die foto en dan gaat hij Jan herkennen.
En dan vinden best wel veel mensen dat angstig. Bijvoorbeeld NRC gebruikt het ook als een soort van opsporingsmiddel om mensen te zoeken. De Nederlandse politie gebruikt het ook voor allerlei zaken. Als je wat flikt in de wereld, dan ben je makkelijker te vinden. Ja, nou weet je, die software is redelijk geavanceerd, maar nog niet zo geavanceerd. Nee. En veel mensen zijn er bang voor. Maar stiekem vind ik het eigenlijk best wel gaaf. Omdat je er ook gewoon heel veel leuke dingen mee kan doen. En dat kan al heel erg goed. En bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld, dit is een foto. Die kwam ik een keertje tegen. En waarvan ik dacht, god, dat is eigenlijk wel een leuke foto. Wie is die kerel? Hij is niet zo leuk, want dat is de enige foto waar ik X-benen heb. Echt waar? Is dat zo? Nou, wat je dus kan doen, je kan naar Google afbeeldingen gaan. Ja. Daar kan je die afbeelding inladen en dan gaat er een beeldherkenner over. Ze zegt, nou, pak die X-benen maar eventjes van mijn computer. En dan gaat die laden en dan zegt Google, hey, dat is waarschijnlijk Wilfried de Jonge, die kerel. Hij vindt andere foto's. Maar wat hij ook vindt, en dat vind ik vanuit mijn onderzoeksperspectief heel interessant, hij laat een andere website zien waar die foto ook op staat. Okay. Nou, dat kan voor fotografen interessant zijn, ja. Om te zien waar hun foto's belanden. Dat kan voor mensen thuis interessant zijn om te zien waar hun privéfoto's of die ergens belanden. Maar voor een onderzoeker, weet je, ik doe wetenschappelijk onderzoek, is ook interessant. En een van de projecten waar ik aan meewerk is het Access-project. En daarin proberen we beeldherkenning toe te passen door gericht te zoeken naar afbeeldingen die gebruikt worden in tv-programma's. Dus wat je bijvoorbeeld in het systeem kan doen, wat we bijna af hebben, dan kan je tikken van, nou, ik wil een filmpje weten van waar Balkenende in voorkomt. Dan krijg je eerst dit. Hier kan je eigenlijk niet zoveel mee. Maar stel, ik wil weten waar deze foto gebruikt wordt in een tv-programma. Wat je dan kan doen, dan kan je die foto in dat systeem laden. En dan gaat hij zoeken naar alle fragmenten waar die foto in gebruikt wordt. En dat werkt eigenlijk verdraaid goed, zeker bij bekende mensen. Hier zie je dus bijvoorbeeld alle fragmenten in tv-programma's waar die foto van Balkenende zit. Hè? Dus die twee in het midden zie je dat die foto schuin is. Ja. Maar met name die onderste, dat vind ik echt geweldig. Dat is een fragment van lijst 0, waar die foto gebruikt wordt als masker. En je ziet dus die software. Dat wordt allemaal herkend. Die software is best wel goed. Die software is best wel goed. Zeker is die goed bij bekende mensen. Nou, is dit een afgesloten omgeving voor onderzoekers. Maar mensen kunnen thuis ook. Er zijn gewoon allerlei appjes die je op je telefoon kan installeren, waar best wel coole dingen mee gedaan worden. Bijvoorbeeld deze. Dat is de volgende foto. Ik liep van de week op mijn werk, kwam ik binnen en daar hingen deze foto's. Op de Erasmus Universiteit. Ja, op de Erasmus en op de Vrije Universiteit, daar hangen deze foto's. En ik maakte daar een foto van. En ik heb een appje op mijn telefoon draaien. Die gaat dan altijd kijken van, hé, wat zie ik op die foto? Dus die gaat inzoomen op die foto. En kijkt dan, hé, dat herken ik wel. Sterker nog, dat is een foto van Jan Banning, die we vorige week hier te gast hadden. Ja. Een fotograaf, die heeft ook een serie gemaakt over bureaucraten. Dus die software herkent die afbeelding. En vervolgens biedt hij me ook nog eens extra informatie over die serie, zodat ik ook nog veel meer daarover kan lezen. Weet je? Dus als ik in een museum ben, kan ik bijvoorbeeld mijn foto op een schilderij houden. En de grote kans is dat het herkent en me op die manier allerlei informatie biedt. Dus dat is best wel mooi. Ja. Tegelijkertijd, weet je, dit gaat nu dus echt nog over kunstwerken die heel erg bekend zijn. Ja. Het wordt wel spannend wat er gaat gebeuren als hij een onbekend gezicht zoals die van mij kan gaan herkennen of van mensen van het publiek. Als wij naar jou zoeken, we hebben het heel amateuristisch bij ons gedaan op de redactie, komen we verdraaid weinig van jou tegen. Jij schermt het goed af. Ja, ik scherm het goed af. En jij schermt het ook hartstikke goed af. Want we hebben ook gezocht naar jou. En ik weet dat jij vrij goed je gezin afschermt. Maar we hebben wel degelijk wat gevonden, hoor. Want jij plaatst ook gewoon foto's op Instagram en zo. Klopt. Dus Wilfried, we konden het niet laten. Frans Vogel. Ook voor jou hebben we een mok gemaakt. Een mok gemaakt met Frans Vogel. Dankjewel, jongen. Martijn Klepper. Super.